Stakeholder Engagement Plan op. Hallo, ik ben Koen en ik ben terug om je door deze video van het Digital Open Netwerk te loodsen. Je hebt al bepaald welke stakeholders je zult betrekken tijdens je project en je kent hun profiel ook al wat beter. De volgende stap is nu het opstellen van een Stakeholder Engagement Plan. Een Stakeholder Engagement Plan laat je toe om duidelijk en op het juiste moment met de betrokkenen te communiceren over wat je van hen verwacht. Je betrekt ze ook telkens op een andere manier, van louter informeren tot het echt delen van de verantwoordelijkheid voor het project. Het eerste niveau is om louter geïnformeerd te worden over de voortgang en de status van het project. Het tweede niveau is om geraadpleegd te worden voor informatie of gegevens die nodig zijn voor het project. Een dieper niveau is om echt betrokken te worden bij het project, een echte bijdrage te kunnen leveren en de mogelijkheid te krijgen om feedback te geven op de resultaten van deze bijdrage. Na betrokkenheid volgt de samenwerking. Jullie nemen samen belangrijke beslissingen. Tot slot, het diepste niveau van betrokkenheid is partnerschap. De partners delen de verantwoordelijkheden voor het project. Om dit plan te vormen, kun je onze template Stakeholder Engagement Plan gebruiken. Deze helpt je om te bepalen wanneer en in welke mate elke stakeholder betrokken moet worden. Je kunt bijvoorbeeld besluiten dat er aan het begin van het project veel strategische profielen worden betrokken, terwijl er aan het eind meer operationele profielen worden betrokken. Daarnaast kun je bepalen hoe je contact met hen opneemt, via welke methode of via welk kanaal. Als je de profielen hebt aangemaakt zoals beschreven in de video Definitie van de stakeholders, dan kun je één kleur per profiel gebruiken. Je stakeholder engagement plan heeft vorm gekregen. Je kunt nu de fase van het project plannen die je in co-creatie gaat doen. In de volgende video van deze serie leren we over de verschillende manieren om stakeholders te engageren. Bedankt en tot de volgende keer. Digital Open, samen leren en groeien.